Een hele goede morgen. Yo, yo, yo mensen, welkom bij deze nieuwe vakantievlog. Na 4 fantastische dagen op Ibiza is het alweer tijd om met z'n tweeën naar Barcelona te gaan. Vandaag gingen we het hotel verkennen en we hebben echt een heel mooi uitzicht. Ik hoop dat jullie van deze video gaan genieten. Veel kijkplezier en vergeet niet te abonneren. Oké, jongens, we zitten in het vliegtuig en kijk wat ze in het vliegtuig hebben. Ik heb dit echt nog nooit gezien. Ja. Dit gaat automatisch en ik moest hier echt per se opstaan, want ik heb hier nog nooit opgestaan. Oh, nice. Nice. Alleen, oh mijn god, dit uitzicht. Een hele goede morgen, jongens en meisjes, dames en heren. En welkom bij deze nieuwe vlog. Wij zijn op het vliegveld in Ibiza. En wij gaan zometeen vliegen naar Barcelona. Ik heb er echt heel veel zin in. Het is ongeveer 12 uur nu. En ik kijk er echt naar uit om zometeen naar Barcelona te gaan. Ja, ik ben ook echt heel erg benieuwd. Zeg maar, we zijn nu gewoon met z'n tweeën. We moeten het ook zelf op gaan lossen. We moeten het met z'n tweeën gaan uitzoeken de komende dagen. Maar het wordt sowieso leuk. Ik heb er echt heel veel zin in. Ik ben ook heel erg benieuwd hoe alles eruit gaat zien. Ons hotel. Nog even wachten en dan kunnen we gaan instappen. Yeah. Het is dus maar een vlucht van 45 minuten. We vliegen dus van Ibiza naar Barcelona. Alleen ik ben dus echt bang dat we zo'n propeller vliegtuig hebben. Niet zeg maar met een motor, maar met zo'n propeller. Gewoon zo'n ouderwets vliegtuig. Ja. En ik zeg maar, ik heb niet echt vliegangst. Maar ik vind het wel altijd fijn als we gewoon met beide beentjes op de grond staan. Ja, dat snap ik wel. En vooral een propeller, ja. Het klinkt ook gewoon niet zo. Dus ik hoop echt dat we gewoon een normaal vliegtuig hebben. Ik hoop het ook. Afgelopen 4 dagen waren zo leuk. Dus ik kijk echt uit naar de komende 8 dagen. Want we zijn er 8 dagen van zaterdag tot zaterdag. Voor 10 minuten weten we pas naar welke gate we moeten. En we zijn nu even in zo'n winkel aan het kijken van het vliegveld. Ja. Alleen die winkels zijn altijd duur, maar ze hebben wel echt leuke spullen altijd. Vooral lekker. Kijk hoe groot deze Toblerone repen zijn. Dat heb je echt niet zomaar in je winkel. Nee, alleen je betaalt 9,95 voor zo'n reep. Ja, dat is echt veel. Ja. En kijk hier, van die grote zakken KitKat, grote zakken Snickers. Maar het kost allemaal klauwenvol met geld. 16,50 hè, jeetje. Ja. 16,50 voor één zo'n ding? Ja, ik kan me nu pas winnen. Of dit, kijk dit dan. Alleen het is allemaal zo duur, 9,95 voor een zakje Oreo's. Ja. Je betaalt hier altijd gewoon 2 of 3 keer zoveel als in een normale winkel. Als dit bij de supermarkt koopt is misschien 5 euro en niet 10. Maar deze staan in de aanbieding, 2 voor 11,50. Oh, dat is een koopje, zullen we dat doen? Dat is wel meta. Ik vind Dame dus wel echt lekker. Alleen ik denk dat ik hier beter gewoon zometeen een supermarkt kan kopen dan hier op het vliegveld. Ja, je hebt het ook ontdekt door mij, hè? Ja, je had het een keer van een vriendin volgens mij meegenomen. Klopt. Ik vind het echt lekker. Ja. Nou jongens, het is gelukkig geen propeller vliegtuig. Gelukkig niet, nee. Kijk, gewoon een normaal vliegtuig. Ja, beter ook maar hoor. Oké, jongens, we zitten in het vliegtuig en kijk wat ze in het vliegtuig hebben. Ik heb dit echt nog nooit gezien. Ja. Een soort van verkoelende damp. Ja, het is volgens mij vooral om vocht in het vliegtuig te houden. En ook gewoon zodat het wat kouder is en niet zo warm. Het is echt lekker hier zo. Heel soms als je in een restaurant bent in het buitenland of zo, dan zie je dat ook. En nu eerst gewoon in een vliegtuig. Ja. Echt chill. En er echt best veel beenruimte op. Ja, ik vind het een leuk vliegtuig. Dit is de eerste keer dat wij met deze maatschappij vliegen. Nou, dat bevalt me tot nu toe wel. En die mensen voor ons hebben echt heel veel plek. We zitten bij een nooduitgang, die kunnen gewoon hun benen helemaal gestrekt. Ja. Kijk, dan hebben we echt veel plek. Ze hebben alleen geen tafeltje, wat wij wel weer hebben. Nee. Jongens, jullie zien het, we zijn er. We zijn gewoon in Barcelona. Het is hier echt lekker weer. Hetzelfde als in Ibiza, maar dat maakt niet uit. En we staan dus op zo'n loopbandding. Hier, dit gaat automatisch. En ik moest hier echt per se opstaan, want ik heb hier nog nooit opgestaan. Maar ik zag het wel heel vaak in filmpjes. Nee. Oh, alleen wel. Gewoon op een roltrap, maar niet zo'n ding wat gewoon letterlijk echt doorgaat. Ik snap het. Het was op zich wel een fijne vlucht en we hadden zelfs wifi in het vliegtuig. Hoe chill. Ja, klopt. Ja. En wat nu een beetje het probleem is, we zijn dus letterlijk aangekomen in de vertrekhal. Dus hier zitten allemaal mensen die gaan vertrekken. Ja. Alleen normaal, voor mensen die met het vliegtuig gaan, als je ergens aankomt, tenminste heel mijn leven heb ik dat gehad, als ik ergens aankom, dan kom je op een plek waar je allemaal bagagebanden ziet en dan komt daar vanzelf ergens een keer je koffer. Maar nu zijn we echt midden in het vliegveld beland, tussen alle gates, dus we moeten even goed kijken waar onze koffer is. Ja, echt heel raar. Ja. Ik snap er niks van. Bagage. Bagage, we moeten denk ik die kant. Ja, dat denk ik ook. We hebben de koffer en nu zitten we in de taxi. Alleen het is ongeveer nog een kwartier rijden. Alleen die teller die loopt maar op en die loopt maar op. Dat is echt ongelooflijk. Letterlijk 5 cent komt erbij per seconde ongeveer. Hoe lang zijn we onderweg? Ik denk 7 minuutjes of zo. Ja. Het is al 10 euro. Ja, alleen hij start wel met de starttarieven. Ja, dat klopt. Ik ben benieuwd wat de prijs is. Want online konden we hem boeken voor 50 euro of 60 euro, iets daartussen. Alleen dan wachten ze dus maar 3 kwartier nadat je vlucht aan is gekomen. En dat hadden we dus nooit gehaald. Dus dan hadden we dat van tevoren moeten betalen en dan was de taxi ook weg geweest. Ja, dan waren dus we de lulu. Hadden we 50 euro voor niks betaald. Dus daarom moesten we maar nu pakken. Dus ik ben benieuwd. Ik hoop een beetje 50 euro, 60 euro, want anders wordt het een bittere pil. Maar weet je hoe we dat gewoon moeten zien? Stel het is 50 euro, we moeten gewoon zien, het is 25 euro per persoon. Ja. En stel je bent alleen, je gaat sowieso die taxi halen voor 25 euro. Ja, precies.
De prijs viel echt nog mee van de taxi. Het was maar 42 euro. Dus letterlijk goedkoper als we het hadden geboekt. Ja, klopt. Dus eigenlijk is dat ook gewoon nog goed uitgekomen. Is het echt heel nice. En een ander ding zat ook nog mee. We zijn al in het hotel en we hebben net alles gefixt en zo. We moesten nog toeristenbelasting betalen. Dat was 40 euro, maar hoefde niet voor jou. Dat je nog onder de 17 was. Dat was super chill. En we hadden een normale standaard kamer geboekt. Alleen hij heeft ons een betere kamer gegeven. Met een beter view, dus beter uitzicht. Ja. En we zitten dus helemaal op het dak. En ik zie nu al iets moois. Kijk dan jongens, dit is al het uitzicht. We zitten zo dicht bij het strand. Dat is zo chill. Zo mooi, maar dit is ook gewoon hoe het op de foto stond. Ja. Ik ben altijd bang dat het niet zo gaat zijn als hoe het op de foto stond. Dit uitzicht is zo nice, holy shit. Ik ben echt benieuwd naar de kamer. En we zitten dus op de hoogste verdieping. En op het dakterras is nog een zwembad. En ik zag net al de opening daarnaar, dus we gaan even kijken. En als het goed is, zit er ook een fitnessruimte. Dus ik ben heel benieuwd. Heel vaak zeggen ze dat er een fitnessruimte is. Alleen, dan is er echt zeg maar niks. Misschien een loopband en een fiets. Ja, dus als er ook gewoon wat gewichten en zo zijn, zou het nice zijn. Nou, die zijn er. Maak maar zo. Ik ben echt zo benieuwd. Tot nu toe is het echt nice. Vooral de locatie. Het is zo dicht bij het strand. Ja. Nog dichter dan op foto's leek. Ik vind het echt zo mooi. Ik ben echt gewoon helemaal hyped. Oké, maak de camera eens open, schat. We gaan hem eens openmaken. Alleen moet natuurlijk ook filmen. Voor haar social media. Oh, oh nice. Nice. Alleen we zien het uitzicht nog niet. Want de gordijnen zijn dicht. Alleen kijk. Dat bedje ziet er echt lekker uit. Twee persoonsbed. Wat we dus extra hadden is een koffiemachine. En drinken allebei geen koffie, dus daar hebben we vrij weinig aan. Maar het gaat om het gebaar. Het gaat om het gebaar. En die tv is best nice, zie je dat? Die grote. Ja, en dan kun je gewoon van het bed kijken. En daar kunnen we gewoon bellen als we gewoon drinken of zo willen. Dan kan je volgens mij gewoon bestellen. Lekker. Ik heb nog nooit roomservice gebruikt, jij? Nee, ik ook niet. En airco. Oh. Het allerbelangrijkste misschien wel. Ik zei nog tegen Wes, ik hoop echt dat we airco gaan hebben, want daarvoor heb ik niet gekeken. We moeten echt zorgen ook dat we zeg maar de gordijnen en zo dicht doen. Ja, klopt. Want dan blijft het gewoon cooler. Ja. En dit is het uitzicht vanaf onze kamer. Zo, ik val bijna. Kijk, dit is niet super nice, maar vanuit je bed zie je toch wel die kant. Daar is het lekker het strand in zo. Echt super. Dus we gaan maar eens even omkleden en chillen, want ik heb echt zoveel honger. Is ik echt ongelooflijk. Ik moet naar de wc, ik moet ook poepen. En toen is het heel die vlucht moest ik even ophalen. We hebben echt honger, we hebben niet heel veel gegeten. Alleen alle restaurants en zo, de keukens gaan pas waarschijnlijk allemaal om 8 uur open. Ja. Eerst even ergens een kleine snack eten en dan gaan we daarna gewoon avond eten. Ja, en misschien nog wel eventjes naar een winkeltje voor wat water hier zo. Ja, en zonnebrand. Ik heb helemaal nog niet de badkamer gezien. Nee. Nou, dit is de badkamer, niet super bijzonder, is wel nice. Ik ben echt benieuwd wat dan eigenlijk die standaardkamer is. Want deze kamer is wel echt nice, alleen het is natuurlijk niet heel bijzonder. Inderdaad. Maar we zijn er gewoon er blij mee. We zijn blij. We kunnen ergens slapen, toch? Ja. We hebben ons even klaargemaakt voor de avond en zo. En ik loop hier zo het dakterras van ons hotel op. En ik ben echt benieuwd naar het dakterras. Dit is onze eerste indruk ook. Ja. Ik hoor een lekker Spaans muziekje. Ja. Oeh, nice. Oh mijn god. Dit uitzicht. Oh, het is een soort van voetbalveld. Dit is het uitzicht, jongens. Holy shit. Echt zo mooi, maar dit is ook gewoon echt wat ik had verwacht. Het is echt beter dan ik had verwacht gewoon. Echt heel nice. Het valt echt in de smaak. En hier zo is het zwembad. Ik had dit al iets groter verwacht. Ja, maar het is wel gewoon lekker. Het is gewoon prima om even in af te koelen. Ja, we zitten toch dicht bij het strand. Ja. En dan hebben we hier nog gewoon het uitzicht op de stad. Alleen het uitzicht op het strand is het allerbest. Ja. We hebben net nog even lekker op de kamer gechilled en zo. En even het hotel verkend, beneden en boven. En ik ben nog even naar de fitnessruimte geweest. En het was best wel nice. En nu lopen we even over een soort van boulevard. Ja, klopt. Het is gewoon een boulevard. En het is echt, het is nu 10:30 of zo. En het is nog zo druk. Het is echt super druk. We gaan even kijken waar we kunnen eten. Ik zie heel veel tentjes en zo. Dus het moet vast wel goed komen. Het licht is helemaal een soort van geel of zo. Ja, klopt. Ik filmde daar net ook al met mijn telefoon. Toen was het zelfs groen. Komt door die lantaarnpalen. Ja, klopt. Maar het is ook echt super druk gewoon op het strand nog. Terwijl het gewoon donker is. Ik heb echt zoveel zin in morgen en ik ben echt benieuwd wat er gewoon morgen allemaal gaat gebeuren en zo. Ja, ik ook. Wat sowieso een leuke dag. Ja. Hey jongens, drie keer raden waar we zitten. Lena al heel erg graag naar de McDonald's. Dus we zitten bij de McDonald's. Dit is maar 5 minuten vanaf ons hotel. Dus dat komt heel erg goed uit voor de komende dagen. Wij gaan even lekker van de Spaanse McDonald's genieten. Zometeen gaan we gewoon even naar het terrasje of zo. Maar wat ik altijd zo jammer vind, als het donker is, dat je gewoon niks meer ziet van de zee of van het uitzicht. Ja, klopt. Dan, ja, is gewoon jammer. Ja. Maar ja, niet getreurd, we hebben eten. Een buitenlandse sinaas smaakt altijd veel lekkerder dan in Nederland, heb ik.
Vooral bij de McDonald's of zo. Ja, ja. Daarom, ik keek hier zo erg naar uit. En normaal neem ik altijd een milkshake, maar ik dacht, nu nemen we een lekkere Fanta. Daar zat ik ook al van te kijken, ja. Dat jij geen milkshake deed. Ik heb nog een lekkere Big Mac, kipnuggets, friet en zelfs een appelflap. Die was maar 1,14 euro. Dat wordt lekker smullen dus. Er ontbreekt natuurlijk iets. McFlurry. Maar ik zag al op het plaatje dat het een McFlurry was. En ik zag op het plaatje dat die veel groter was in Nederland. En volgens mij is het ook zo, dus die gaan we zo meteen even kijken. En dan gaan we die gewoon op de boulevard opeten. Goed idee. En we zijn weer thuis. Vandaag was gewoon even een lekker chill dagje. We hebben even snel McDonald's geklapt. Het was natuurlijk de reisdag. En we hadden bijna een uur vertraging. Ja. Dus ja, Lynn is super moe. Ik ben ook super moe. Morgen gaan we leuke dingen doen. Sorry voor de korte vlog vandaag met waarin weinig gebeurde. Het was gewoon een reisdagje. Ja. We hadden de vlucht en een uur vertraging. Dus helaas, pindakaas, even mekkie geklapt. Morgen gaan we lekker uit eten en zo. Ja. En misschien nog even een fiets huren of zo. En dan de dag daarna gaan we waarschijnlijk met de jetskis. Echt heel erg leuk. Ja, ik had zoveel zin in de komende dagen. Ik hoop dat jullie, ondanks dat het een reisvlogje was en niet heel veel is gefilmd, alsnog van deze vlog hebben genoten. En anders ga je sowieso van de video van morgen genieten. Of de video's erna. Sowieso iedereen bedankt voor het kijken. Like, abonneer en tot morgen. Want morgen wordt superleuk.